9 seizoenen geleden kwam je binnen wandelen hier samen met hoofdtrainer Hans van Arem. Nu besloten om te stoppen bij Sparta Nijkerk. Grote vraag natuurlijk, waarom? Waarom? Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Ja, binnen Sparta heb ik helaas geen uitzicht meer op speeltijd. Ja, dan moet je de keuze maken van wat wil je? Nou, je bent een voetbaldier, dus je wil voetballen. Dus ja, dan ga je toch verder kijken. Ja, was het een moeilijke beslissing? Maar aan de ene kant wel, want ja, je zit bij een hele mooie vereniging. Nou, je geeft zelf al aan van 9 jaar Sparta. Dus dat maakt het heel moeilijk. Aan de andere kant, je wilt spelen. Dus dat maakt het ook weer makkelijker. De eerste 7 seizoenen begon je de eerste wedstrijd op de bank. Knokte je terug in de basis. Vorig seizoen een heel seizoen in de basis. Waarom lukte het toen wel en nu niet meer? Geen idee. Destijds inderdaad of gepasseerd of geschorst aan het begin van het nieuwe seizoen. Ja, toen lukte het wel en nu blijkbaar niet. Dat zijn de feiten. En meer kan ik er eigenlijk niet van maken. Nee, waarom passen Sparta en Nijkerk en Ivo de Veld thuis zo goed bij elkaar? Dat is een hele goede vraag. Ik ben wat dat betreft wel iemand die, die voetbal voor zijn plezier en voor de gezelligheid. Je gaat toch 4 dagen in de week bij een club. Je steekt er heel veel tijd in. En dan is het ook lekker dat je er wat voor terugkrijgt. Dat het gezellig is op een club. Dat je niet met met tegenzin er naartoe gaat. Nou, en Sparta is ook een vereniging waar gezelligheid toch ook wel belangrijk is. En het verenigingsgevoel ook wel voorop staat. Nou, dat blijkt toch blijkt gewoon een goede combinatie te zijn. Ja, is dat wat je het meest gaat missen in Nijkerk? Absoluut. Absoluut. Ja. Het verschil tussen Ivo te Veldhuis die in 9 seizoenen binnen kwam wandelen en Ivo te Veldhuis die hier nu wegloopt? Dat is een hele goede vraag. Het verschil, ja, er zit 9 jaar tussen. Hoop geleerd, hoop meegemaakt en rugzak vol bagage noemen ze dat volgens mij. Hoogtepunt kampioenschap? Zeker. Voetbaltechnisch, op voetbalgebied kampioenschap. Nou, via de vereniging ook mijn vriendin leren kennen. Samen een kindje, dus ja, dat mag toch ook wel een hoogtepunt genoemd worden.